een pand dat op deze manier geschikt is voor kunst, wat helemaal vrijstaand is, waardoor je dus geen last hebt van buren en de buren niet van ons. Ja, dat zijn maar heel weinig panden. Nou, welkom. Dit is mijn atelier. Dit is de plek waar ik altijd stond te beeldhouwen. Dat zijn stoelen waar ik nog aan wilde beginnen om op te knappen. En zo liggen er wel meer projecten die nog wachten om afgemaakt te worden. Maar dat wordt lastig, want de kunstenaars moeten weg uit het gebouw aan de Tarwekamp in Mariahoeve. Het pand, dat eigendom is van de British School in de Netherlands, is door de brandweer onveilig verklaard. Met bloedend hart gaan we vertrekken. We wisten vooraf dat het tijdelijk was, alleen de manier waarop het nu gesloten is, dat doet gewoon heel veel pijn en heeft ook heel veel kwaad bloed in de groep gezet. Want het is gewoon van het een op het andere moment gesloten. De kunstenaars mogen nog een uur per week het gebouw in om hun spullen te pakken. Ja, nou ja, kijk, ik zat er nog niet zo heel erg lang. Net alles helemaal geïnstalleerd en half jaar gebruik van kunnen maken. En nu moeten we er weer uit. Dus het is natuurlijk extreem vervelend, want je wilt natuurlijk gewoon ergens werken. Als je dit zo ziet, dan is het toch niet raar dat dit gebouw is afgekund? Er is op zich niks mis mee. Dit gebouw is veilig? Ik vind het, volgens mij is het gebouw met een paar kleine aanpassingen weer veilig te maken, zodat het aan de voorwaarden voldoet. Dus je hebt eigenlijk ook niet eens dat het is afgekeurd? Het is een technische maatregel om het af te keuren. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, het voldoet niet aan de voorwaarden en daarom is het afgekeurd, maar dat wil niet zeggen dat het dan ook echt onveilig is. Hoe nu verder? Nou, dat is de grote vraag. Een pand dat op deze manier geschikt is voor kunst, wat helemaal vrijstaand is, waardoor je dus geen last hebt van buren en de buren niet van ons. Ja, dat zijn maar heel weinig panden die onder deze condities voor ons beschikbaar zijn. Ja. En daar lopen we nu onder andere ook op vast. En wat zou het betekenen als jullie dus geen nieuwe locatie vinden? Dan is een heel groot deel van de cultuur in Haagse Hout is weg. Binnen niet al te lange termijn gaat ook het conservatorium ons stadsdeel verlaten. Dus dan houden we niks over.